Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolken over Nederland en die wolken worden de komende uren eigenlijk alleen maar dikker. Dat betekent dat er van tijd tot tijd regen valt en dat er voor opklaringen maar heel weinig ruimte is. In de ochtendtemperaturen tussen de 15 en 18 graden, daar komt vanmiddag wel wat bij. Zeker als de neerslag langzaam naar het noordoosten gaat trekken en het in het zuidwesten van het land en in het zuiden al wat begint op te klaren. Daar kan het lokaal 23 graden worden, in het noorden blijft het bij een graad of 20 en komen de opklaringen pas laat op de dag. Vanavond geleidelijk steeds meer opklaring. Het wordt helder in het zuiden. In het noorden blijft nog een druppelregen of motregen mogelijk, maar verder is het op de meeste plaatsen droog. De wind begint voorzichtig te draaien naar het zuiden en morgen is de wind zwak tot matig uit een zuidelijke richting. Midden en zuiden van het land volop zon. In het noorden wat wolkenvelden, maar ook daar gaat de zon steeds beter schijnen. Het wordt 25 tot lokaal 28 graden. Woensdag op sommige plaatsen een tropische dag in het midden en zuiden. In het noorden lukt dat nog net niet. Er is flink wat zon, er drijven ook sluierwolken over. Donderdag op steeds meer plaatsen de 30 graden of iets meer met een volop zonnige dag. En vrijdag lijkt er nog weinig te veranderen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.